Het enige wat ze eigenlijk echt willen weten is waar jouw toekomst ligt. Dus ja, kan je daar helderheid over verschaffen? Thanks voor je roffel. Ik kan er helderheid over verschaffen. Jammer. Nu komt het eruit. Je had niet anders verwacht. Nee, kijk, het is duidelijk. Ik heb een... Vind je het moeilijk? Ik heb een wat om te beslissen. Ja, ja, het is moeilijk. Ja. Het is geen, ik sta ook niet op een onbelangrijk punt van mijn carrière nu. Maar ja, ik heb een aflopend contract. Ik ben met Go Ahead in gesprek. Maar we zijn eigenlijk volop bezig met de promotie. En ja, ik wil mijn ambities om in de Eredivisie te spelen. Ja, die is ingestudeerd deze. Simon lach je gewoon uit. Dit maakt er niet zo uit. Dat heb ik altijd. Dit heeft hij altijd. Ik concentreer me alleen maar op de eerstvolgende wedstrijd. Nee, maar wat bedoelt Bart dan eigenlijk, Simon? Nee, kijk, wat probeert hij eigenlijk te zeggen nu? Heel simpel. Het is gewoon absoluut ook niet zinnig om nu überhaupt iets naar buiten te brengen. Het gaat nu om Go Ahead. Als je nu wat zegt, is altijd negatief. Nou, we kennen Bart als de meest eerlijke speler van de Jupiler. Nee, hij is wel eerlijk, maar hij liegt niet. Wat ik probeer te zeggen is dat wij serieus bezig zijn met promotie naar de Eredivisie. En daar ligt mijn ambitie. En de kans wordt dus groter dat ik bij Go Ahead blijf als wij promoveren. Oké, we doen wat opties. Je promoveert met Go Ahead Eagles. Ja. Wil je dan gewoon blijven? Die kans zit er goed in, ja. Ja. Maar ik luister wel naar andere opties als die voorbij komen. En wat is dan voor jou heel belangrijk? Wil jij bijvoorbeeld per se nog een paar jaar in Nederland voetballen? Of? Nou, ik wil in mijn carrière ook een tijdje in het buitenland spelen. En of dat nu is, weet ik niet. Dat zou misschien nog te vroeg voor zijn. Dan is het over 2 jaar. Dat zou ik te gek vinden. Maar ik wil graag naar de Eredivisie. Ja, maar het is mei. Clubs zijn al bezig richting volgend jaar. Ja. Ik neem aan dat je dan wel al gesprek hebt gevoerd met andere clubs? Die worden gevoerd, ja. 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 En hoe zijn die gesprekken? Heb je al teams afgezegd? Of zet je ze allemaal in de wachtkamer? Over het algemeen zet ik ze wel in de wachtkamer. Denk, ja, ik wil eigenlijk het liefst wachten tot ik weet wat er gebeurt in de... Aan de onderkant de Eredivisie, aan de bovenkant Jupiler League. Wat gaat er promoveren, wat niet. Wat doen wij als Go Ahead zijn? Redden wij het tot aan de Eredivisie? Want dat is uiteindelijk waar ik het liefst heen wil. Dus het is voor mij nog te vroeg om de beslissing te maken. En ook om er iets zinnigs over te zeggen.